De cursisten die de eenjarige opleiding tot doktersassistent of huisartsopleider met succes hebben afgerond, mochten op vrijdag 23 maart hun certificaat in ontvangst nemen. Het Huisartseninstituut Suriname, HISSURI, is verantwoordelijk voor deze opleidingen. Eddie Wong-Chung, directeur van HISSURI, zegt dat doktersassistenten hulp verlenen aan artsen. Maar de doktersassistent heeft ook een eigen taak te vervullen. Een van de belangrijkste taken is dat zij de patiënt vriendelijk kunnen ontvangen. Op zo'n manier kunt inschatten dat je weet of er haast bij is. We leren hen dus ook triageren. Tegenwoordig of voorlopig werken we nog met binnenkomers. En je sluit maar aan bij nummer 30. En dan ga je sluit je aan met je hartinfarct. Dus het gaat erom dat je dat ook leert herkennen van oh, die heeft haast. Ook al zegt hij niks, dat je dus die voorrang kunt geven. En dat is ook een van de punten waar we erg op gelet hebben. Daarnaast hebben ze ook nog een heleboel andere dingen geleerd. Ik zei het al, om kleine verrichtingen. Dus als de dokter abcessen gaat opensnijden of nagels gaat uittrekken, kleine ingrepen doen, daar kunnen zij ook mee assisteren. En ze kunnen verbanden aanleggen. En kortom, ze kunnen dus de arts helpen zo veilig en zo snel mogelijk te kunnen moven. Dat is dus Eddie Wong-Chung. John Goedschalk, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, zegt dat HISSURI de tweede groep van huisartsenopleiders en doktersassistenten heeft afgeleverd. Hij geeft aan dat HISSURI is opgericht met het doel de kwaliteit van de huisartsengeneeskunde te verhogen. De huisartsopleiders zijn opgeleid om afgestudeerde artsen of basisartsen verder op te leiden tot huisarts, zodat die kunnen beschikken over praktische vaardigheden om hun rol als huisarts beter te kunnen vervullen. Na de toespraken van Eddie Wong-Chung en John Goedschalk zijn de certificaten uitgereikt aan de geslaagden. De certificaatuitreiking vond plaats in het VMS-gebouw.